plaatselijke garagist werd veroordeeld wegens oplichting van staatsbedrijf voor 1 miljard. Oh, leuk. Maar ziet je wel dat waar is? Ja, dat is geen wonder, hè, zo'n bedrieger. Oh, was die met jullie dan toch niet eerlijk? Oh. Doe jij maar verder met je winterslaapparkje. Dit is al nu wel content zijn bijgedacht. Ja? Waarom? Ai, de bak moet je geen frank meer uitgeven, hè. Hé, hey, Doortje. Zeg, heb je het gelezen van uw ex-baas? 5 jaar dwangarbeid. Mijn hoofd staat er nu niet naar. Wij kunnen niet meer binnen in de garage. Zijt je sleutel vergeten? Nee. Hij past precies niet meer. Ja? Kunt jij zo'n slotenmaker bellen, Pascal? Natuurlijk. Zeg, Paul, heb je het al gezien, de laatste nieuwsjes over uw onkel? Hier. Hey. Oh ja, hij heeft het zelf gezocht, hè. Ja, daar zijn we tenminste vanaf. Dat smerig garagietje zullen we niet meer horen roepen. Zal het gaan, ja! Zal het gaan, ja! Wat durfde jij allemaal zeggen over mijn arme Dimmy? Ah, tante, we hadden u niet horen binnenkomen. Je moet toch toegeven dat zijn eigen schuld is dat hem in de bak is gevlogen, hè? Zwijg ze, vast het ik! Oh. Ik weet wel dat jij hem opgemaakt hebt. Uit zichzelf zou mijn Dimitri zoiets nooit gedaan hebben. Tante, alsjeblieft, je moet nu niet afreageren op Doortje, hè? Dan komt Dimitri, dat was een leugenaar. Wat? Dat was een ruziestoker en een bedrieger, dat weet jij goed genoeg. Jij gaat dood van mijn erven, jij. Moest je iets komen zeggen, mijn naam de Trimmerie? Of zijt je hier alleen om ruzie te maken? Ach, goed dat jij mij eraan doet denken. Ik kom deze affiche hier ophangen. Uit de hand te koop. Prachtige garage, ruim woonhuis en loft. Wauw, waar? Nee, jij gaat dat verkopen. Natuurlijk. Zo'n schone eigendom, wie zou er dan niet willen? Oh, ik denk niet dat die garage nog veel zal opbrengen met dat betreft. Nee, alleen al de ligging. Ja, en de reputatie van de vorige eigenaar. Dat was te verwachten dat jij zoiets zegt. Het is te zien dat jij er niets van kent. Die garage is een echte goudmijn. Ja. Nu wij het toch over die garage hebben, weet jij soms wat er met het slot scheelt? Wij kunnen niet meer binnen. Natuurlijk. Ik heb er een ander laten opzetten. Wat lief. Maar hoe moeten wij dan binnen geraken? Maar jij moet niet binnen geraken. Trouwens, je woont daar veel te goedkoop. Tante, ja, nu gaat je school luisteren. Ofwel geeft jij ons de sleutel, ofwel staat hier over 10 minuten een slotenmaker met de politie erbij. Maar jij krijgt die sleutel, ventje. Op 1 voorwaarde. Als er kopers komen, dat je ze binnenlaat en dat je ze rondleiding geeft. Ik wil helemaal geen voorwaarden. Wacht, je moet nu ook geen ruzie maken, hè, Paul. Ik zal dat wel doen, madame de Trimmerie. Allee, mijn Dimi heeft u toch nog een klein beetje kunnen opvoeden. Oh ja, maar het was niet gemakkelijk. Een vrij gezellige gaat slapen. Als elke sterren heeft gezien. Gelijk! Het is niet waar. Zeg dat ik droom! Carmenneke! Hoe wist met mijn favoriete nicht? Hela, kom. Tot ik u zag heel goed, Bernard. Oh, nog altijd even geestig, hè? En nog altijd een mini. Ja. Gelijk op de begrafenis van tante Jeanne. Je droeg toen een zwart minirokje tot juist onder uw navel. De pastoor geraakte niet meer uit zijn woorden. Jij anders wel, hè, op onze trouw. Spijtig genoeg. Ah ja, mijn speech op uw trouw. Dat was toch al iets, ja, hè? Ja, daar spreken ze nu nog schande van. En niemand kon daarmee lachen, hè. Ah ja, maar ja, dat was intelligente humor, hè. Oh. Niet iedereen verstaat dat. Ah ja, ik ben er zeker van dat Carmen onze Xavier niet zal kunnen volgen als ze hem zo zwaar geschud bovenhaalt. Oh, hè, dat is toch grappig? Ja, dat is heel grappig, ja. Het is een leugen. Het is juist andersom. Zeker. Waar is hem trouwens, ons beroepsmilitair? Die is niet thuis. Maar ik zal zeggen dat je langs geweest bent. He? Is het goed? Allee, dag. Vergeet je koffertje niet. Oh, maar ik kan wachten. Zeg, Xavier heeft mij gezegd dat jij een winkelken had. Dat klopt, ja. Laat eens zien. Speelt je met mijn voeten? Je staat er middenin. Oh, sorry. Oh, ik dacht dat dit de inkom was. Trouwens, dat staat hier allemaal verkeerd, hè. Allee, bezit dat rekske. Je moet zorgen dat uw artikels in doog springen. Allee, moest ik dat nu eens verschuiven? Wacht. Tikken! Blijf daarmee tikken vanaf. En hier die pikante boekjes. Je moet zorgen dat die op ooghoogte liggen. Hoe gaan de mensen die anders vinden? Ja, dat is dan 150 frank. Wat dat je vastpakt, dat moet je betalen. Nog altijd even gevat, hè. Ja. En daar zie je, die kassa.
Maar die staat veel te zeer in zicht. Dat is heel onveilig, Carmen. Heb ik gelijk of heb ik gelijk? Allee, moest ik die nu eens draaien? Hè? Ja, blijf daar af. Of zal ik het nu eens draaien, hè? Ambetanterik! Ja! Nog altijd even veel temperament, hè? Ja. Maar je moet ze mij niet leren kennen, de vrouwen, hè? Ja, ik ben 3 keer getrouwd geweest. Geweest? Je bent toch nog getrouwd? Sinds vanmorgen niet meer. Ik heb haar buiten gezwierd. Volleuge. Wat is te zeggen? Ik wilde naar buiten zwieren. Maar toen herinnerde ik mij dat ons huis eigenlijk het hare was. En toen ben ik het maar afgestapt. En waarom wilde je haar buiten zwieren? Zo'n ambetant mens dat dat was, hè? Weet jij dat hij vond dat ze altijd gelijk had? Volleuge. De kwestie is, wat gaat er met ons gebeuren? Ja. Wij kunnen die garage niet kopen. Ja, en ik wil nu niet opnieuw verhuizen. Hè? Er bestaat nog altijd zoiets als een huurwet bij gedacht. Zeg, voorzitter, waarom doet jij geen bod? Ik? Ja? Bieden op die gebieden? Goed, jij. Dan ga ik mijn goed geld niet insteken, hoor. In uw zwart geld? Ja, meneer Bommer, je hebt groot gelijk. Dat gebouw dat is geen frank waard. Ah, zeg het toch? Oh ja, maar het is waar ook. Wie koopt nu zo'n oude rommel? Ah, ik? Voor mijn vrije radio. Oh, mijn gedacht. Als je een micro aan het plafond hebt, komt het dak naar beneden. Zeg je, houd jij eens een beetje mee hem bezig? Tutje, de BTW. Dat is niet waar, mijn boekhouding. Oh, maar niks boekhouding, madame. BTW is een kinderachtige bijnaam die mijn neefje daar aan mij gegeven heeft. Bernard Theophile Waterslagers. Zeg maar Bernard. En jij? Ietsje grijzer en een bierbuikje. En voor de rest nog altijd dezelfde. Heb ik gelijk of heb ik gelijk? Ja, jij bent ook nog altijd niks veranderd, spijtig genoeg. Ik ga hier geen handje schudden, ik ga een tourneetje geven. Ah, ja, zo, zo heb ik u wel graag. Kom. Zie, ik werk jij nog altijd als anders reiziger. Ah, nee, al lang niet meer. Ik ben eerst nog brandweerman geweest en dan maître d'hôtel in een restaurant. Ja, een restaurant. Dat was nog eens een bestemming voor de garage. Ja. Welke garage? Wel, die daar. Je bedoelt dat schuurtje daar naast die modderweg? Ja. Daar gaat veel volk op afkomen. Oh, madame, maar ik zie het al. Jij kunt dat niet. Hè. Laat mij dat een keer doen. Ela, wat permitteerde jij? Zeg, wie achter de toog komt, moet een tournee-generaal geven. Heel juist, Xavier. Daar was ik nu juist mee bezig. Zeg. Het is niks dan schuim. Ah, oh, dat is mijn geheim, hè. Bier dat ontstaat uit schuim maakt een goede luim. Veel klap mag mij de tap maken. Pardon, meneer BTW. Bernard, mag ik misschien als bazin mijn eigen pinten tappen? Oh ja, dat is goed, ja. Ja, en dat is al 540 frank? Ja, dat is goed. Zet hem maar op mijn rekening. Hoe op uw rekening? Zijn je van plan hier te blijven? Natuurlijk, waarom dacht je anders dat ik mijn valies meegebracht had? Omdat je op hotel gaat. Maar niet omdat ik bij u kom logeren. Voor onbepaalde duur. Pieke, weet je waar ik goesting in heb? Mariske, nu niet. Mark, wij moeten eens serieus met elkaar praten. Hoe? Ja. Wat zou jij ervan denken als ik de garage zou kopen? Oeh, en je vond dat ze geen cent waard was? Oh, maar dat is tactiek. Dat is om andere kopers te ontmoedigen. Huh? Maar jij kent toch niks van automechaniek? Oh, natuurlijk niet, zotteke. Ik ga iets helemaal anders doen met die garage. Ah, Wieke, dank u. Oeh, waarom? Ja, omdat jij de garage gaat kopen voor Radio Hallo. Oh, niks van. Huh? Nee, ik richt die in als sauna. Mijn zwembad en mijn massageruimte en mijn broeboebaden. Ja, en mijn vrije radio dan? Ja, Mark. Hey, wilt jij niet dat ik mijn droom realiseer? Jawel. Maar toch nog liever de mijne. Zie. Weet je wat? Wij kunnen dan in de loft gaan wonen en dan kunt jij hier in deze kamer Radio Hallo installeren. Zee, is dat niet tof? Maar ja, zeker. Bon. Ik heb nog wat geld op mijn spaarboekje. Ons ma, die zal ook wel sponsoren. En ja, dan kunnen we nog wat geld lenen bij de bank. Mark, heb jij nog geld? Ja. Goed zo. 56 frank. Zeg, zotteke, op je boekje.
56 frank. Maar? Zet jij een beetje blij voor mij? Ja, ja, tuurlijk. Oh, ik heb toch nogal chance met u, hè? Zo, heb jij nog zin in datgene wat je wilde doen? Ah ja, enorm. Ah wel, je moogt. Oh, Bieke, eindelijk. Speelde jij mee zwart? Of niet? Jij wilt schaken. Hoe? Ah, wilde jij dammen misschien? Nee. En schuif een beetje op. Oh, amai, dat steekt tegen. Zeg, een ozelaar, blijf dus aan mijn machineke. Xavier zegt nu ook eens hier. Ja, Bernard, blijf aan mijn vrouw aan machineke. Dat is mijn favoriet programma. Zeg. Allee, die kunnen toch niet acteren, zie je dat dan niet? Hier, zie. De Duits, dat is nog wel iets anders, hè. Die kunnen er wat van. Ja. Dat zijn wel Paul Newman en Steve McQueen, hè, Bernard. Die zijn in Duits gedubbeld. Ja, ja, maar die mannen die doen alsof dat ze Duitsers zijn. En daarom geeft dat zo goed. Ja, zeg, dat kan mij niet bommen, hè. Dat is mijn tv en mijn programma, zeg. Allee, Xavier, je vindt dat toch ook een onnozel programma? Wie lacht er dan nu nog mee? Ja, okay. Jij bent dan content omdat er een fles bier voor uw neus staat. Prospector Bot. Had je de bel niet gehoord? Hè? Ja, excuseer dat ik nog zo laat derangeer, maar ik heb belangrijk nieuws. Vertel het maar, meneer Bome. Want hier, met onze BTW, kun je toch niet serieus naar tv kijken. Ja, maar ja, wat ik te vertellen heb, is wel... Top secret, compris. Maar ik kan zwijgen als een graf. Hè. Maar hier onze BTW. Hela. Bij de man is een geheim van eeuwige duur. Bij de vrouw duurt het ten hoogste een uur. Heb ik gelijk of heb ik gelijk? Zwart, ik ga de garage van DDT kopen. Oeh, en het is een ruïne, heb je gezegd. Ha, dat was tactiek, hè. Nee, ik ga die garage van DDT en die mijn zaak beginnen. Een hamburger drive-in. Hamburgers? Ja. Tut, ik vind dat nog geen slecht gedacht. Allee, voor één keer weten, het is niet beter. Op één voorwaarde, dat is dat je goed laat adviseren, hè. Door u zeker. De nagel op de kop. Pas op, ik heb nog in zo'n hamburgertent gewerkt, hè. Wie eet er nu nog hamburgers met al die cholesterol? Iedereen. Zelfs Montignac, als je het zou weten. En daarbij. Je hebt goede cholesterol en slechte. Voilà, die weten. Ja, ik weet het. Ik vind dat toch een stom idee. Ja. Ja, dat is spijtig. We komen juist vragen om zeer ouder te worden bij die zaak. Maar ja, als je niet wilt doen... Gerard? Je bedoelt Basie? Oh, ja, jij hebt de leiding, onder mij. Ah, wel, ik zei juist nog tegen onze Xavier, weten we dat we hier mankeren? Dat is een goede hamburgertent. Is het ook, hè? Tja, ik herinner mij dat toch niet zo. Je luistert ook nooit naar wat ik zeg, hè. Dus je doet het. Natuurlijk. Voilà, dan is dat in de sakos bij gedacht. Allee, Xavier, al die zit op te drinken om het te vieren. Ja, zoeken. Kom, meneer Boma, kom. Je mag meekijken naar het eind van mijn programma. Ja, kom. Voilà. Allee, kijk maar. Kijk jij naar zo'n flauwe zeven? Eer, nee. De Duits, die kunnen tenminste naar keren. Zie je wel dat ik gelijk heb? Ziet je? En dan zou ik hier een deur bij steken. En die zou dan uitgeven op het zwembad. Bonjour, la jeunesse. Zeg je die ringen aan het bovendalen? Nee, aan de toekomst aan het denken. Dat wil ik ook eigenlijk. Ja, die garage biedt mogelijkheden voor een persoon met visie. Ja, ik dacht precies hetzelfde. En er staat hier precies zo iemand met gedacht. Ah ja? Wie? Ja. Wie had je gedacht? Allee, Mark, dat is toch nogal evident. Allee, voor één keer trekken wij aan hetzelfde zeil. Ja, voor alles een eerste keer, hè. Maar weet je, Bieke, ik zie hier nog een schone toekomst voor u weggelegd. Dank u. Ik wou dat ik morgen al kon beginnen. That's the spirit. In plaats van al die ambetante rikken die dat ongezond vinden. En die zeggen dat je daar dik van wordt. Maar die weten niet waar ze het over hebben. Je wordt daar juist slank van, hè, Mark? Merci. Dat zit ik in mijn slogan. Boma burgers, je wordt er slank van. Boma burgers?
dacht dat ik je anders zou verkopen. Ik ben een Boma Burger drive-in. Welke drive-in? Ah, dat ding die ik hier ga open doen. Oh, wauw. De kwik aan het veld. Niks van. Hier komt mijn sauna. Zie. Laat je mij weer tegenwerken. Zet jij die mij tegenwerkt? En ik wilde u juist een job aanbieden in mijn nieuw etablissement dat maar krijgen kweren. Stank voor dank. Maar je zult naar uw zona kunnen fluiten. Ah ja? Over anderhalf uur heb ik hier een afspraak met ma DDT. Ik over een uur. Salut. Spelbreker. Marcaleu, zegt jij ook eens iets? We zouden misschien in onze sauna hamburgers kunnen verkopen. Bon, madame de Trémery, je weet dat de gebouwen niet meer in perfecte conditie zijn. Wat is uw vraagprijs eigenlijk? Meneer Boma, die gebouwen zijn in prima conditie. En mijn vraagprijs is 5 miljoen. Ha! Mijn gedacht, dat weet je niet. Bon, ik zie dat ik u niet mag onderschatten. Dus je bent akkoord? Nee. Je hebt uw vraagprijs gezegd. Nu zeg ik mijn antwoordprijs. 2,5 miljoen. Bon, als je het zo wilt spelen, ik heb nog andere kandidaten. Momentje. Nu hebben we alle twee onze prijs gezegd en nu kunnen we commercialiseren. Ik geef u 2.800.000 frank. 4,8 miljoen. Proficiat, zo groeien we naar elkaar toe. Maar ik kom u van boven toe. Ah, ik zie dat je aan het onderhandelen bent over mijn nieuwe drive-in. Yes, Carmen, en dat is privé. Zeg, bijt mijn neus niet af, hè? Hé, hey, wat kom jij hier doen? De tafelpoten schilderen? Maar nee, ik had u toch gezegd dat ik u kon helpen met de onderhandelingen? Ah, en dat moet mijn naam de Trémery zijn? Aangenaam. Bernard Theophile Waterslagers. Ik was goed op weg zonder u. Ja, dat geloven ze allemaal, hè. Luister, madame de Trémery. Jij gaat toch niet te veel vragen, hè, voor die garage? Ja, maar is dat hier een zottekenspel? Wie wil er nu kopen? Jij of jij? Ik natuurlijk. Maar ik ben zijn adviseur. Ik heb geen adviseur nodig. Toch wel? Ja, maar ik ben de bazin. Momentje. Regel dat maar onder jullie drieën. En als je tot een akkoord gekomen bent, verwittig mij dan. Ja, anders. Er zijn nog andere kandidaten voor mijn garage. Maar je komt toch nog terug? Dat zal afhangen van die andere kandidaat. Of gaat je die ook adviseren misschien? Als je mij zegt wie het is, graag. Nee, dank u. Ga jij maar liever op de botsatokens met een ventje. Voilà, zijn jullie content? Ja. Onnozel kiek. Ja, jij met uw olifantenpoten. Daar gaat mij goed betaalde job in. Oh, een onnozel kiek met olifantenpoten in een botsautoken. Mensen. Maar je verstaat mij niet, hè. Allee, als er nu iemand kan onderhandelen, dan ben ik dat toch wel. Dat hebben we gezien. Weet je wat ze nu naartoe is? Hè? Naar dat kastrantstuk van een krukken. Naar Bieke? Wil die ook de garage kopen? Die wil daar de sauna installeren. De sauna? Wat dan ja? Oh, daar wil ik ook wel bazin van worden. Maar ik kan met een drive-in op mijn buik schrijven. Nee. Luister nu eens naar mijn goede raad. Die madame, hè, die is eenzaam. Die snakt naar tederheid. Oh. Volgens mij is het eerder iemand die mij een deegrol op uw kop klopt. Nee. Geloof me, ik ken de vrouw en ik heb er zelf al 3 gehad. Als je met haar wilt commercen, hè, dan moet je haar poeslief aanpakken. Je moet haar het gevoel geven dat ze aantrekkelijk is. En dan eet ze uit uw hand. Heb je dat mens al eens goed bekeken? Ja. Ja, wil je de garage of niet? Kijk, je moet beginnen met haar een attentie te geven. Wat denk jij, Carmen? Ja, een doos praline zou geen kwaad kunnen, hè. Allee, Bo, dan ga ik een doos praline kopen, hè. Ja, maar ik dacht wel aan iets persoonlijkers. Pralines zijn al persoonlijk genoeg. Ja. En doe mij één plezier, Bernard. Stop met mij te helpen. Ja, je hebt het gehoord, hè. Genieën worden altijd miskend. Dus jij wilt een zaak beginnen in de garage van mijn Dibby. Wat zijt je van plan? Een sauna inrichten. Oh, daar droom ik al jaren van. Een sauna? Zoiets waar de mensen gaan inzitten om te zweten, hè? Maar dat is heel goed voor de gezondheid. Ja, daar ben ik nog zo zeker niet van. En daarbij, ik vind dat alles behalve. Zo alleen maar met een handdoek om. Oh, maar dat is niet altijd zo, hè, madame de Trémery? Oh, nee? Gelukkig maar. Hey. Meestal zitten ze dat helemaal in hun blote. Wat lief? Maar dat is een schande. Oh, nee, mevrouw, we leven in deze tijd, hè? Als eredirectrice kan ik niet toestaan dat er een soort bordeel in het gebouw van mijn zoon komt. Maar dat is geen bordeel.
Denk aan de spreuk, een gezonde geest in een gezond lichaam. Ja, ja, daardoor is het Romeinse Rijk gevallen. In mijn tijd droegen de meisjes turnpakken met elastieken rond hun enkels. In uw geval kan ik dat best begrijpen. Wat lief? Mark, die maakte maar een grapje, hè, Mark? Nee. Oh, die jeugd van tegenwoordig, hè. Ik verkoop nooit aan u. Bedankt, hè, Mark. Het is niks. Ja, kameraad. Ik heb permitteerd u ook nog altijd een tander. Dat is alleen maar om u te helpen. Trouwens, uw glazen deugen niet, hè? Mijn glazen? Ah, bon. Bakker, ik ben vorige week nog bij Kopsi Swa geweest, hè. De Swa heeft precies dezelfde glazen. De Swa kent er niets van. Cognac, die moet er ruiken. Die geur die stijgt op, dat is gelijk thermiek. Dus hoe kleiner de opening, hoe beter de geur. Cognac, dat moet je drinken uit portoglazen. Jij denkt ook dat je alles weet, zeker? Nee, nee, ik weet alles. Maar mijn probleem is dat niemand dat wil geloven. Ah, champagne. Maar dat is een goed idee. Was ik al in mijn woorden, copain? Pardon? Ja, klopt. Bol het nu maar af, hè. Zeg, meneer Boma, is dat van Minou, Lulu of Valérie? Van Fabien. Van Babette. Je moet me daar niet meer lastig vallen. Ik heb andere dingen op mijn kop. Een momentje. Ik heb een goed idee. Ik ken het perfecte cadeau voor madame de Trennery. Een praline? Nee, 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 nee. Dit hier. Ik zie het al voor mij. Madame Michelin met zo'n klein rood bril. Wacht. Als zij dat gedaan heeft, hè, dan ziet ze zichzelf als Pamela Anderson. Pamela, nu zij het gaat overdrijven, hè, camera. Nee, 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 echt niet. Zeg, en waarom ontvangt jij in uw slaapkamer? Een oude taart wil ook wel wat slagroom. En in een oude kastrol maak je de beste soep. Zij de zon. Met Balthazar Boma, PDG van de Bo... Ah, madame de Trennery. Adé. Ja. Nee, nee, madame de Trennery. Geen belet. Zoals madame de Trennery. Ze is niet tot een akkoord gekomen bij Bieke en ze komt direct. Dus bol het nu maar af, hè. Ja. Ik ga met een champagne koelen zetten. En dat kun je niet meer zien als ik terugkom. Nee. Je hebt het gehoord, hè? We zijn hier niet gewenst. Ja, ja, ik kom zo biet. Allee, pralines als cadeau. Goed. Zijn jij hier nu nog altijd? Nee, want we zijn weg. Ah. Ah, dag madame de Trennery. Je ziet er weer al beeldig uit, hè. Balthazar, verwacht u. Hm? En laat u maar eens goed gaan, hè. Ah, daar zijt ge al. Zeg, je bent toch zeker dat die twee niet meer terugkomen, hè? Heel zeker. Ja. Voilà. Gaat u hier maar zitten. Wilt jij een koekje champagne drinken? Omdat je zo'n gentleman bent, meneer Boma. Balthazar pour les femmes. Ik hoop dat we tot een akkoord zullen komen. Bij gedacht. Het is mij waar genoegen om te mogen onderhandelen met zo'n intelligente, charmante madame. De schoonheid, Balthazar, zit van binnen. Ik weet dat ik dat uitstraal. Maar jij bent een van de weinige mannen die dat opmerkt. Dat komt door mijn aangeboren inquisitie. Echt waar. Ik ben een kenner. Al zeg ik het zelf. Dank u. En weet je, jij hebt iets... Ja? Jij hebt iets. Oh, ja, ja, jij hebt iets. Het leven is niet gemakkelijk voor een eenzame vrouw, Balthazar. Nee. Weet je wie ik voor mij zie? Pamela Anderson. Maar nee, Dimitri. Oh, ik mis hem zo. Oh, dan gaan we op zijn gezondheid een glaasje drinken, hè? Ja. Voilà. Oh, 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 ik heb nog even een cadeauke voor u. Voor mij? Oh, wat zei jij toch charmant, Balthazar. En zo wel opgevoed. Dat zeggen ze allemaal. Niet gelijk die franke tik van een krukken. Oh, zwijg mij daarvan. Dat kind denkt alleen maar aan seks. Ja? Ja. Ja. Gewoon digitaal. Nem. Oh, praline. Wat is dat? Seksmaniak. Ik zal nooit of te nooit aan je verkopen. Salut! Hey, hey, hey.
Bon, waar zit hij, uw fameuze kozijn? En is het gelukt? Ah, Balthazar. Hoe heeft het gewerkt, mijn truc met de lingerie? Hoe het gewerkt heeft? Bij kaartbeet bijna opschrift. Zo heeft het gewerkt. Ziet het nu een ozelaar, jij met uw slimme plannetjes? Hela. Wacht eens even, hè. Je hebt natuurlijk twee soorten vrouwen. Je hebt het die je hard moet aanpakken en je hebt het die je zacht moet aanpakken. Maar je moet natuurlijk wel weten wie van welk type is, hè. Ja, mij zou zoiets nooit overkomen. Zwart, in ieder geval, ik ben mijn garage kwijt door u. Kieken. Bedankt, hè. Daar gaan mijn nieuw job. Allee. Dat is allemaal maar tijdelijk. Bon, ik zal er mij dan nog maar eens mee gaan bezighouden. Nee. Je hebt al genoeg brokken gemaakt, hè? Allee? Wel, als het zo zit, hè, dan ga ik mijn diensten aanbieden aan de tegenkandidaten. En die zullen wel slimmer zijn. Ja. En daarom heb ik besloten dat ik toch zaken met u wil doen. Oh, maar dat is heel lief, mevrouw de Tremery. Komt u maar mee naar mijn privé, madame de Tremery. Ik ga een lekker potje koffie zetten en Markske die gaat patheken zalen. Hé, Markske? Ah, patheekers? Ja. Bij de bakker? Nee, manneke, bij de beenhouwer. Nee. Het is zo'n droge komieke, madame de Tremery. Komt u maar mee. Ah, maar dat is de man die ik moet hebben, zeg. Huh? Jij wilt toch die garage van madame de Tremery kopen, hè? Nee. Hoe? Allee, ja, maar dat is Bieke. Ze zijn juist aan het onderhandelen. Ah, maar dan kom ik nog op tijd. Ja. Meneer, hoe is de naam? Vertongen, Mark. Ah, meneer Mark. Heer? Ik kom u een goede raad geven. Huh? Luister. Daar bestaan twee soorten vrouwen. Tja, dat stond niet in mijn cursus. Jong, ik weet er alles van. Je hebt vrouwen die je zacht moet aanpakken. Ja. En je hebt er die je hard moet aanpakken. Hoi? Die madame de Tremery, die moet hard. Wat? Want als je lief bent, dan kun je het vergeten, zeker weten. Mm-hmm. Dus, als jij die garage wilt kopen, ja? Weet je dan wat je moet doen? Hard. Voilà. Ja. Je moet daar dan voelen wie dat de baas is. Ja. En welke prijs zij ook zegt, hè? Ja? Jij zegt, dat is veel te veel voor die oude bro. Ja, als je daar een microfoon omhoog hangt, hè, dan valt een plafond naar beneden. Wat? Ja, voilà, geen schrik hebben. Ja. En als zij snauwt, dan snauwt het terug. Wie denkt dat mens wel dat is? Pamela Anderson? Ze trekt er nog ineens niet op. Voilà, nu heb je de goede toon te pakken, zeg. Ja. Dus ga erop af, geef ze ervan langs en je zult zien hoe rap dat ze toegeeft. Ja. Oei. Kikken, hè. Ik had direct gezien dat jij een slimme jongen bent. Dank u, meneer Bernard. 4 miljoen? Dat is wel echt heel veel, mevrouw de Tremery. Ja. Je moet die jonge mensen een kans geven, madame de Tremery. Je weet zelf toch hoe moeilijk het gaat een dag van vandaag. Ja, maar met mijn pensioentje kom ik ook niet rond, hè. Ja. 3 miljoen, dat is echt het maximum dat ik kan geven. Ja. Maar leuk. Heb jij die patheken al gehaald? Nee. 3 miljoen. Wat blieft? 3 miljoen. 1 miljoen. En geen cent meer. Zeg een keer. Met wat moeite ga je? Met alles waar ik mij mee wil bemoeien. Staat dat u niet aan misschien? Mark! 3 miljoen. Als je daar een microfoon op hangt, dan stort heel de garage in. Wat zeg je daar? Over een gebouw dat in zo'n goede staat is? Goede staat? Die zou een brol, zoals jij. Mark! Excuseer u onmiddellijk bij madame de Tremery. Te laat. Maar madame... Ik verkoop aan niemand van u. Ben de onmensen hoe dat mijn Dimitri het al die jaren bij u heeft uitgehouden. En je trekt helemaal niet op Pamela Anderson. Goed, hè? Hart. Hoe is dat nu mogelijk, die brave Mark zoiets wijs maakt? Maar ik heb hem niks wijs gemaakt, maar die jongen die kan dat niet. Nee. En dat bij mij. Rode lingerie in de praline doorstoppen, daar moet je tegen Luut voor zijn, jongen. Rode lingerie? Welke rode lingerie? Die ik voor u gekocht had, Pascalke. Doe geen moeite, meneer Boma. Ons ma die moet daar niet van hebben. Rode lingerie voor mij. Maar Balthazar. Op uw wit vel. Ja, maar zeg, misschien kunnen wij daar nu wel niet meer blijven wonen, hè? En dat is allemaal uw schuld, Bernard. Weet jij wel wat jij ons aandoet? Ik heb raad gegeven, dat is alles. Ja, ik heb hier heel de boel om zeep geholpen. Ja, je zou strijd en tweedracht zijn tussen mij en mijn Pascalke. En je hebt mijn droom kapot gemaakt. Luister, de kiriebakker. Dit was een slechte mens, maar dat wisten we. Oh, ja. En we spotten allemaal samen tegen hem. Ja, alle tegen één. En dat schiept een band. Maar je verstaat mij niet. Ik wil alleen maar helpen. Dat is wat.
Als ik het goed begrijp, heb je liever iemand om je tegenaf te zetten. Ja? Ja, maar goed, 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 goed. Goed, ik zal zorgen dat hij in orde komt. Geef mij een uurtje. Allee, tot straks, hè. Dat is allemaal omdat jij over mijn duiven hebt willen schieten. Ik heb. Zou jij die mij hebt tegengewerkt? Jij had er eerst met ons kunnen over spreken. Nee, ik wou helemaal niet. Ja, maar nee, wat jij weg, stop! Wat een schande, zeg al dat geruzie. Wat wilt je nu feitelijk? Een warme choco. En een droom is helemaal om zeep. Dan verkoopt ze misschien toch de garage aan mij voor mijn vrije radio. Voor die 56 frank zeker. Ja. Lieke, kom eens mee naar het café. Ik heb belangrijk nieuws. Wat is het? DDT is toch niet terug zeker? Het is misschien nog erger. De chocomelk is toch niet op? Wat is nu groot nieuws? Wel, ik denk dat ik de nieuwe eigenaar van de garage ken. Ja. Ah, en wie is dat dan wel? De grote concurrent van DDT. Maar waarom? Zeg, en hoe zijt je daar zo zeker van? Ah, maar hij zou straks de garage komen bezoeken met ma DDT en BTW. En een pretentieuze zot dat is. Verschrikkelijk. En die en BTW, die heeft daarvoor gezorgd. Xavier, uw kozijn, hè? Dat is een catastrofe. Oh, de drie musketiers. Mensen, 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 Bernard T. had u een oplossing beloofd en voilà. Ik zal me eerst even voorstellen. Mijn naam is André. Ah, ik wist wel dat ze mij overal kenden. All over the world. Hier ze. Ik en Madonna. Ik heb haar die Porsche cadeau gegeven. En hier. Ik en Sinatra zalige. Zeg tegen hem, Frank, die een BMW, dat is voor uw kerstmis. En content dat hij was, hè. En hier. Ik. En Bill Clinton met een saap, hè. De Bill komt deze zomer is afgezakt. En hier, dat ben ik en Wieke, bij ons bolletje. Ja, daar staat tenminste nog iets meer op dan een dikke nek. Ik weet dat succes jaloers maakt. Anyway. Serveus, geef me een whisky. Malt. 12 jaar oud. Die hebben wij niet. Ik heb wel bommaworst. 12 jaar oud. Nou, jij bent dus bomma. Bomma. Je weet dat ik geïnteresseerd ben in die garage. Maar ik wil ook uw veld en deze refter hier kopen. Om af te breken, natuurlijk. Dat kunt jij niet doen, hè? Bakker, jij moet een keer goed naar mij luisteren. Ik verkoop u geen veld. En ik verkoop u geen refter. Ik verkoop u zelfs geen chantier. En vraag hem maar aan uw klimton, hè, omdat je zijn secretaresse kunt kopen. No. Je hebt er geen idee van hoeveel mensen dat er rondlopen met een IQ onder de 60. Anyway, ik zal aan Jean-Luc vragen dat hem u onteigent. Voor het gewestplan of zo. Ja, nee. Dat... Madame de Tremerie. Meneer Van Roost. Wij gaan verder onderhandelen. Ja, maar niet hier, hè. Ik voel me niet thuis bij bepaalde mensen. Kom. And let's go. Yes. Bomma, hier ga je spijt van krijgen. Ik ben een goede vriend, maar een slechte vijand. Vraag het maar eens aan de Marlon. Brando. Ja. En, wat vind je ervan? Zou je mij geen pint trakteren? Waarom dat? Ah, wel. Je had mij gezegd dat je je beter zou voelen als er een garagist was om tegen samen te spannen. Wel, je hebt er nu toch één. Heb ik gelijk of heb ik gelijk? Ja, je hebt gelijk, ja. Voilà. Maar als wij ons verder leven moeten slijten in de buurt van die blaaskaken, dan kun je ons begraven. Ja, die doet precies of dat de mail het Koninklijk Paleis aan zijn gat heeft aan. Ja. Die moet hier weg. Ja. En dat doet mijn mens al aan zijn best. Dus je wilt die Van Roost niet als gebuur. Om het even wie, maar die niet. Ja, sorry, Jan. Oh, zeg dat dan, hè. Dat is geen probleem. Geef mij 10 minuutjes, ik los dat wel weer op. Maar Bernard, die gaat het oplossen. Ja. Het enige dat die kan oplossen, hè, is Nescafé. Hey, wacht, Ella, wacht, madame Tremmer. Madame de Tremmery, meneer Van Roost, wacht eens. Madame de Tremmery. Wat zijn we daar? Conclusie.
Ik schakel de groene partij in. Ja. Oh, ja. Ja, veel we gaan die toch zomaar niet laten doen. Nee. We shotten iedere dag zijn ruiten uit. Ja. Ja, dat en ik laat ons neer ook niet zijn enkels bijten. Je moet niet meer ongerust zijn, hè. Ik had gezegd dat ik het in orde zou brengen, hè. Ja. En voilà. Oh. Allee, ik ben diepgelovig katholiek. En ik wil alles vergeten en vergeven. Geef ons allemaal iets te drinken. Behalve Boma en dat onbeschoft ventje daar. Zeker, mevrouw. Dank u. Wat zal het zijn? En? De verkoop is gesloten. Aan wie heb je verkocht? Aan Van Roost heb ik de inboedel verkocht. En is die garage dan nog te koop? Nee. Die is verkocht aan iemand die er een eerste klasse restaurant van gaat maken. En ja, kennen wij die persoon? En of dat je hem kent? Je kijkt ernaar. Wat? Jij? Maar jij hebt zelf gezegd dat een restaurant hier nooit zou lukken. Ah ja, als jij dat zou doen. Maar ik heb daar nog eens goed over nagedacht. En ik vind dat nog niet zo'n slecht idee. Dus dat betekent dat je hier gaat blijven hangen bij gedacht? Ah ja? Je had gezegd om het even wie, behalve Van Roost. Heb ik gelijk of heb ik gelijk? Ja, maar ik wist wel dat je blij ging zijn. Ja. Zeker weten. Nee. Beter weten.